Sowieso. We zijn weer terug bij het kantoor. Ik ben back off. We weten natuurlijk nu wat de twee mannen zijn en wie het zijn. Onze broertjes. Dat kan je echt geen broertjes noemen. Jesus. In ieder geval, mijn huis is niet veel veranderd. Ik heb hier een weg naar bedrock gegraven. En hier ga ik een cacao bean farm maken. En mijn kasteelruimte waar ik het ga maken is al ook in voorgang. Je ziet dit flatline wat ik heb gemaakt. Ik ben er nog lang niet. Komt wel goed. Maar in ieder geval. Nu komen de zaken. Papijn wil met me overleggen wat we nu eigenlijk gaan doen en hoe we het aan gaan aanpakken. Want ik bedoel maar. Steven, jullie hebben gezien wat ze kunnen met die berg. De hele berg was gewoon weg. Maar ik heb ook het beste tijdstip genomen om te vertrekken in de nacht. In ieder geval, we gaan even door de jungle heen. Op weg naar Pepijn. En dan gaan we overleggen. Want, ja, wat gaan we nou eigenlijk doen? Ik weet het ook niet meer hoor. We willen alleen maar land claimen en dan krijgen we worden gewoon vermoord. Helemaal uitgemoord. Alles wordt vernietigd. En ja, ik was wel eigenlijk verrast dat er bewoners waren. En ik was al helemaal verrast toen we erachter kwamen dat het eigenlijk onze broertjes waren. Die heb ik al zo'n tijd niet meer gezien. In ieder geval, ik wil het liefst niet doodgaan, want ik heb 24 levels. Dat zou niet fijn zijn. En ik zie de eerste geelspaal al. Zo, en daar is het paleis van Pepijn. We zijn al flink onderweg geweest, zeg. Al die mocht die onderweg kwamen. Die dood. Ik vind persoonlijk dat we binnenkort even een bezoekje moeten brengen aan onze broertjes. Lieve! Oepsie! Daar zit ik het land van Pepino. Oh, ik zie daar Pepijn al. Pijn! Koning Pepijn! Achter je! Ah! Die enemy is niet meer random aan. Kom hier naar binnen, nou. Ah! Help! 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 Oké, in ieder geval. Oeh, een mooie tijd om uit te... Ja, ik weet het. Maar dan... Ik mag even hoor. Ik wil niet dat u uw deur kwijt bent. Oké. Wat zijn we van plan? Wat is het plan? Nou, in elk geval, dat is het plan van deze tijd. Dus, onder onze binnenplan Eigenlijk wil ik ook een bezoekje aan het broertje brengen en desnoods nog eigenlijk te vechten. Als het nodig is. Ja, een van de grootste problemen is dat we niet weten waar het in nodig is. Ja. Ik bedoel, weet ook waar Stelon is, dan kunnen we eerst voor honden slaan. Maar ik heb toevallig, ik heb toen eigenlijk een beetje een land verkend. En ik was een beetje verdwaald en toen zag ik een swamp. Net buiten die grenzen. Swamp. Oh ja. En daarachter was. En daarachter was weer een snowbiom. Dus misschien. Ja, dat is het misschien, ja. Ja. Dan moeten we zeker eens gaan kijken. Waar is Mike eigenlijk? Ja, dat is een lang verhaal. In elk geval, dit was een beetje vol. Ik zal je plaatsen wat ik wil vertellen. Oké. Hier is onze meneer, de leraar, hoe je weet het heet. Wauw. Ah! Wauw, jij spaart het wel pijn. Sorry, daar spaart het wel goed pijn.
dit is jullie paleis, ja. Toch? Ja, ik ga even... paleis. Ik pak deze enkel wel aan. Ja, zag ik, zag ik. Nee, ik heb hem vermoord. Kom hier naar boven, hier zijn we vrij. Oké. Ah, ik zit vast. Denk ik. En daarachter is een snowbiome. En ik wil eigenlijk met jou en misschien Mike daar naartoe gaan. Even verkennen. En dan hopelijk ook even echt bewijs vinden dat ze er zijn. Ik hoop niet dat we hem tegenkomen en dat ze ons vermoord. Misschien... Ja, dan gaan we nu. Wat gaan? Ja. Oké. Wij gaan naar Ceylon.